I'm like, I'm instantly talking English, and I'm like, no, my vlog should be in Dutch, you know. Goedemiddag, het is vandaag maandag. Ik kan me totaal niet concentreren op mijn werk, dus ik dacht, ik ga wat anders doen. Ik ben nu in Amsterdam samen met Daniel en zijn Helena. Helena. En we gaan naar Madame Tussauds. Nou, hier ben ik met... hallo meneer Obama. Gezellig. Ja, lijkt best wel. Nou kan je hier dus ook op de foto met Anne Frank. Ja, misschien ligt het aan mij, maar ik vind dat heel erg raar. Ik weet niet. Er ging net zo'n meisje op de foto, echt zeg maar super smiley en gezellig. Zo, hey, kijk mij met Anne Frank. Hè? Weet niet, een beetje raar. Wie zijn wasse beeld is dit? Ja, gingerbread man uit Shrek, maar moet hij ook op wasse beeld? Madame Tussauds, wil niet zeiken, maar dat klopt natuurlijk niet, hè? Hallo, het is dinsdagavond en in Den Haag wordt de nieuwe H&M geopend. Yeah. En yay, en dit is Elise, die is er ook. En ze hebben de nieuwe Balmain collectie. Oh mijn god, oh nee, ik ga het toch niet kopen, veel te duur. Maar, nou ja, dit is hem dus, soort van. En er is een dresscode, iets met sparkling. Nostalgia, of zo. Dus ik dacht, het is het enige wat ik in huis had wat sparkelde, dus ik dacht, whatever. Het is fashion. Ja, heel fashion. Look it up. Nou hebben wij op zich een soort van uitnodiging gehad, maar er waren schijnbaar meer mensen. Dus, tering. Sorry, kinders. Ik bedoel, chips. Verdurrie. Hallo, het loopt gewoon door. Yeah. Maar wacht, we gaan dus in een rij staan om in een winkel te mogen. De hel, echt. Maar goed, sure, doen we. Hoi, dit is Lisa. Hoi. Van Holland's Next Top Model. En die is al klaar. Die was lekker vroeg. Ja, wij wel. Wat heb je? Als een pol? Oh, mooi! Oh, je bent alweer shoppen. Ja, ik ben al klaar. Wat leuk! Ik kon alleen maar dingen halen. Mooi. En wat vond je van de winkel? Ja, het is echt een hele mooie winkel. Het is heel mooi ruim opgezet. Dus je staat ook niet gewoon een strijd te hebben daar binnen. Dus dat is heel fijn. Ja. Het is een mooie winkel. Oké. Okay. En heb je al modellen? Dingen? Ja, ik heb wel heel veel bureaus gehad van ja, kun je nu bij ons inschrijven? Maar ik heb wel zoiets van ja, ik maak eerst school af en dan gaan we gewoon zelf verder kijken. Dus ik kijk even wat bij mij het beste aansluit en wat iedereen mij te bieden heeft. En dan zien we het uiteindelijk wel. En die kwam dus zo van, jij bent Bianca Toeps, toch? Ja, ja, want ik kijk elke dinsdag weer met angst wat je geschreven hebt. Maar nee, ze vond het superleuk. En nou ja, dus ik had zoiets van, oké, vet. En toen zei je, weet je wat ik heel graag zou willen doen? Gewoon een keer een shoot doen voor Holland's Next Top Model. En toen zei ze gewoon, gaan we regelen. Dus, beste mevrouw, de fashion editor van Holland's Next Top Model, daar hou ik je aan. Hallo allemaal, het is vandaag vrijdag en we zijn op weg naar Antwerpen voor de finale van K3. En
nou ja, we weten al een beetje wie er tegen elkaar moeten met Anka en Gerard Joling, maar dat maakt niet uit. We zijn nog steeds heel zenuwachtig wie het gaan worden. Tenminste, ik dan Riemer niet waarschijnlijk. Hè? En het wordt heel spannend, maar we moeten eerst nog eten en naar het hotel en dan vervolgens weer naar de studio. Dus we hebben eigenlijk nog best wel een beetje haast en daar kan ik niet zo goed tegen, dus ik ben heel zagrijnig. Maar dat kan ook komen doordat ik gewoon heel erg zenuwachtig ben wie de nieuwe K3 gaat worden, want zo ben ik dan ook alweer. Dus, nou ja, eigenlijk meer omdat ik dan gewoon nog moet vloggen en shit moet doen en een foto wil en niet weet hoe het gaat lopen en oh mijn god, wat stress. Nou ja, adem in, adem uit, eerst even eten, daar word ik blij van. Komt allemaal goed. Oké, doei. Goed, mag ik u voorstellen aan mijn diner? Kutfiles. Zo, oké. Okay, 3 haar hartaanvallen verder. En nog 10 minuten voordat het begint. Maar we zijn er. Tenminste, we zijn nog niet binnen. Maar dat gaat, als het toch goed is, wel goed komen. Ik denk dat we alles nog niet keer gaan doen, maar dat we het wel even. Nooit gedacht dat ik dit zou zeggen, maar hier zijn ze als KW voor de allerlaatste keer. Samen live op BuurTV. Josje, Karen en Christel. En het draadje wegpinken is zeker toegestaan. Graag uw grootste applaus voor KW! Blasje! Leuk dat je in net jurk bent. Moet je zwart aan voor de fotografenruimte in de zaal. Dat wist ik van tevoren ook niet, maar we mogen dus in de zaal omdat we camera hebben. Tenminste, Riemer heeft een dikke camera. Dus ik had net Riemers trui aan, maar ja, die dit is ook zo zielig, zit hij er te wachten. Dus die heeft nu ook, dus ik heb nu grijs aan. Ik denk dat het wel oké is. Dus laten we gauw naar binnen gaan. Oké, daar gaan we. De lijnen zijn nu wagenwijd open. Nou, het is reclame.
daar voor de mensen, heel veel mensen. Ik snap het stemsysteem niet. Kan aan mij liggen. Maar wat ik wel weet is dat er bij groepje 6 echt heel hard werd gejuicht. Echt veel harder dan bij de anderen. En groepje 6 was Marten, Klaasje en Hanne. Dus die zullen het wel worden. Maar ik had toevallig nog een andere broek in mijn tas zitten. Dus die heb ik aangetrokken. Maar ik had ook al een maillot aan. Dus nu heb ik een maillot en een broek aan. En ik had eigenlijk ook nog mijn jurk in mijn broek gestopt en Riemer Strui eroverheen aan. Maar daar ben ik bij de eerste reclameblok al een beetje mee opgehouden. Maar ik loop nog steeds met een maillot onder mijn broek alsof ik aan het schaatsen ben hier. Dus oh mijn god, het is warm. En ik heb dorst. Maar het was wel heel leuk.